Ja, wij gaan zeggen hier dan zo meteen op de aanvullen. Dan ga je op het station door. Piet Heijn gaan en dan kom je hier weer terug. En het uur rijdt ook met iedereen een rondje. Het Duitsfabriekje in het midden van Duitsland. Het is een oorspronkelijk een Zwitsers ontwerp. En het bestaat al 15 jaar in productie. Je hebt ook de rem in je hand. Ja, nou, je remt dat tweede knopje. Je kan ook remmen met de terugtrappen. Oké. Okay. Bij mij werkt dat niet volgens mij. Nee, klopt. Alleen bij de bestuurder. Jij importeert ze in Nederland? Ja, ik ben de partner van de Twijkfabriek in Nederland. En we hebben er een aantal die we verhuren, een vijftal. Uh-huh. En daarnaast verkopen ze ook. En wat kosten ze? Dat begint vanaf 17.000. 17? Ja. En dan afhankelijk van de accu. Uh-huh. Dan zijn ze ja, tot 40.000. Dan heb je ook wel iets heel speciaals, toch? Ja, het is natuurlijk een het is handwerk in Duitsland. Iemand is er 2 weken mee bezig om aan elkaar te zetten. Dus het is niet helemaal gebouwd op massaproductie. Uh-huh. Anders zou de prijs wel iets lager kunnen zijn. Dat is wel jammer hoor. Daardoor is de markt vrij klein. Met een liefhebbers met een redelijk gevulde spaarrekening, zeg maar, die zijn klant. Ja, kan hier natuurlijk ook goed een bedrijfsmobiel van maken, hè? Ja. Het valt wel klaar, valt op. Ja. Is dit nou de? Ja, nee, precies. Ja, dat is echt hadden. Daar af moeten gaan, denk ik. Zullen we maar niet zo snel. Oh, we gaan nu wel op de snelweg. Ja, ik kan hier wel omrijden. We gaan een item worden. Ja. Je hebt toch geen nummerbord, hè? Wel. Oké. Okay. Nou ja, het is, staat alleen maar op film. Zet het op YouTube. Ik heb het nummerbord niet gefilmd. Ja, goed. Ben je zelf ook bezig met elektrisch rijden? Nou, ik ben bezig met een plan om laadpunten te ontwikkelen die voorzien zijn van zonnepanelen voor duurzame energieopwekking. Er is een fabriekje al mee bezig. Ja, klopt. En zit dat of zo? Nou, er zijn er meer dan mee bezig. Hoe heet die nou? Kan? Kan, ja. Ik heb er eentje in België ontdekt. Innovate heet het. En die zijn. In België wil de overheid het ook echt stimuleren. Dus die willen echt zichzelf aanschaffen, die laadpunten. Ja. Als overheid en een netwerk creëren. Zodat je gewoon van laadpunt naar laadpunt kunt rijden, meer of meer. Ja.